Breda Nu. Je weet het meteen. In mijn hand heb ik het boek De Avonden van Gerard Reve. En ja, dat gaat over de 10 laatste dagen van het jaar. En Toon van Miert, oud-docent Nederlands, die leest al 50 jaar, de laatste 10 dagen van het jaar, iedere dag een hoofdstuk voor. En dat doet hij dit jaar bij Van Kemenade en Hollaars. En ik krijg nu het originele, het eerste exemplaar, geloof ik, is dat, hè? De tweede druk uitgereikt. Maar we gaan eerst maar eens aan Toon vragen waarom hij zo gefascineerd is door dit boek, De Avonden. Toon, waarom ben je zo gefascineerd door dit boek? Ja, op de eerste plaats omdat het een geweldig goed geschreven boek is over een periode waar eigenlijk zo weinig over bekend is in de literatuur. En dit was nou typisch een boek waar mensen op wachten. Een beeld te geven van hoe de situatie is voor twintigers. In de naoorlogse periode, een generatie die geen illusies hadden, geen interesses hadden, geen geloof hadden. Mensen die eigenlijk in een periode zaten waarvan ze dachten, wat moet het nou toch worden met ons? Toen het boek verscheen, toen is er ook wel veel kritiek geweest op dat boek. Het commentaar is vooral gegeven door critici van voor de oorlog. Die een andere jeugd hadden gehad. Een jeugd van ook wel ellende, was crisistijd, maar ze wilden nog. Die oorlog is natuurlijk van enorm groot belang geweest op de mentaliteit van de jeugd van toen, de tieners van toen. Nou lees jij het al 50 jaar voor, hè? Maar dat gebeurde altijd gewoon thuis. Ja, ik las het dan niet voor, hoor. Oh. Maar nee, ik vanaf 67. Ik heb het boek met Sinterklaas 1967 cadeau gekregen. En toen ben ik gaan lezen. Vanaf 22 december, iedere dag een hoofdstuk, ben ik voor mezelf gaan lezen. Ja, en toen kwamen er een paar vrienden van mij wat later op de avond, toen al voldoende Triepel van Westmalle op was, op het idee, god, ja, ik moet dat maar eens voor gaan lezen. En dat ben je dus nu momenteel aan het doen hier bij Van Kemenade en Hollaars aan de Ginnekeweg. Ja, tot en met Oudjaarsdag natuurlijk. Ja, Oudjaarsdag dan. Ja, dan sluiten we dit af en dat doen we ook een beetje op een bijzondere manier. Hè. Dan zijn er oliebollen en drinken we een wijntje extra. Het boek eindigt dan ook om 12 uur als hij op zoek gaat naar zijn vrienden. En zijn vrienden zijn niet thuis. Dus dan blijft hij toch weer maar op zijn eentje blijft hij over. Nou, jij gaat nu in de stoel zitten en jij gaat voorlezen uit De Avonden van Gerard Reve. Ja, dat ga ik doen. Toen hij zaterdagmiddag om 2:30 thuis kwam, was de kachel uit. Op tafel lag een briefje met de tekst. Lieve Frits, ik weet niet waar vader is. Ik ben eraan netje. Vanavond kom ik om 10:50 weer thuis. Er is echte soep en een stukje vlees, mag je ook nemen. Bak maar aardappelen op met uien. Dag, moeder. Breda Nu. Je weet het meteen.